Het is de 14e dag van de derde maand. 3,14 is het getal pi. We hebben ook een gast-dj die af en toe wat plaatjes kiest voor pi-dag. Die hoor je straks nog wel. Het is ook de verjaardag van Einstein die we vieren vandaag. Maar ineens, jammer genoeg, ook het overlijden van Stephen Hawking op deze dag. Zo plotseling, het kan bijna geen toeval meer zijn. En ook toevallig is Rick Tors hier bij ons in de studio. Rick Tors, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft Stephen Hawking ooit ontmoet? Dat wel, maar ik kan mij bezwaarlijk als een kenner van hem hier profileren. Maar ik heb hem gezien als hij in Leuven op bezoek kwam, ontvangen in het rectoraat. Ja. En dat was natuurlijk ook niet zo simpel, want hij komt om te beginnen aan in een rolstoel. Als je naar rechts staat, heb je al dat verschil van praten. En dan was dat wel een gesprek dat wat met vertraging verliep. En je zag wel dat andere mensen daar meer ervaring in hadden. Maar ja, je kunt moeilijk heel diepzinnige redeneringen starten op zo'n moment. Ik ben daar trouwens nooit toe in staat, maar toen zeker. U voelde zich wat onwennig bij dat gesprek. Ja, dat is wel zo. En later had ik hem nog eens moeten ontmoeten in Rome, wanneer er een conferentie was over Monseigneur Lemaître. Dat was een Belgische prof die eigenlijk de uitvinder was, zeg maar, van de Big Bang-theorie. Ja. En het gekke was, dat is 2 jaar geleden, toen was Stephen Hawking er niet, omdat hij toen in een Romeins hospitaal lag. Hij was al enkele dagen in Rome en is daar in de kliniek geëindigd. Dus, en toen hoorde hij dat dat wel vaker gebeurde, gezien zijn wankele gezondheid. Niet zo fijn, maar hij bleef toch doorgaan, zeg maar, met zijn vak. En als je zegt van ja, u stond dan tegenover hem bij die rolstoel van hem. En kan je dan, stel je dan een vraag? Want hij antwoordde met zijn robotstem zo, met zijn computer, met zijn vinger, bewoog hij dan om letters te kiezen. Maar dat is toch geen gesprek, of wel? Ik denk, je went daar allemaal aan natuurlijk. En ik weet niet of het technologisch allemaal 100% was op dat moment, want hij kwam gewoon binnengereden. Maar inderdaad, ik kan niet zeggen dat het een diepzinnig gesprek was. Ik heb gewoon wat vragen gesteld of hij een goede reis had gehad en Leuven een fijne stad vond. En daar antwoordde hij, laten we zeggen, inhoudelijk heel normaal op. Maar technisch natuurlijk zat hij met die onderliggende problematiek. Ja. Ja. Is hij een soort van, wat moet ik zeggen, een soort popster of popgod of rockgod bij wetenschappers op de universiteit? Iedereen lijkt daar zo mee te dwepen een beetje. Ja, dat is wel zo. Maar eigenlijk, wetenschappers, ze wekken de indruk van het tegendeel, maar zijn vaak ook irrationele mensen of heel gevoelige mensen. Je hebt allerlei vedetten. Dus je hebt ook bijvoorbeeld een paar jaar tevoren was er de filosoof Jürgen Habermas. De zaal liep vol. Dat was, vond ik, geen goede toespraak, maar dat is een vedette. Die materie ken ik iets beter, toch. Hier weet ik, ken ik niks van. En hij zal waarschijnlijk een heel groot wetenschapper zijn. Maar je hebt ook aan de andere kant natuurlijk trends en tendensen en vedetten ook in het wetenschappelijke veld, dat heb je altijd. Had hij dan ook haters, jaloerse wetenschappers? Dat is bijna een pleonasme. Automatisch geldt zoiets. Die zijn er zeker geweest. Alleen in de mediawereld heb je dat niet. Nee. Dat klopt niet. Hebt u eigenlijk iets van zijn werken gelezen van Stephen Hawking? Nee, eigenlijk niet. Ik heb daar alleen vulgariserende dingen van gelezen op het net, zoals de meeste mensen. Dus ik wil me absoluut niet profileren als een kenner. Ik liep hier toevallig rond in het huis en ben opgepikt. Maar laat het duidelijk zijn, mijn incompetentie is ook in deze materie schier eindeloos. Waarvoor dank, Rick.